Heel mooi. Mooi Gijs. Niet mooi Gijs? Wat is nou gewoon? Als jij met je rug naar mij toe ligt, denk ik dat ik mijn oud wijvenbed lig. Ja, oh nee, we zijn niet meer in het zonnige Spanje, want Andy en Melissa zijn na het klussen aan hun verhuurhuis weer terug in het prachtige Nederland. De Van der Meijertjes vallen wel in een diep zwart gat, zo na een heerlijke zomer. En daar moet wat aan gedaan worden. Weet je wat heel raar is? Ja, als je hele zomer, als je dan slips hebt aangehad, hè? En je moet dan even schoenen aan, doet zo pijn. Dat is echt zo raar. Ik krijg gewoon pijn. Heb je nieuwe schoenen? Ja, ze zijn weer maat gegroeid, die voeten. Ze zijn wel leuk. Daar, mooie schoenen. Hé, wat ik zeggen wou, ik zat te denken, nu de winter er weer aankomt, misschien dat we eventjes een feest moeten geven. Een feest? Ja, maar ik bedoel, we hebben corona gehad 2 jaar, hebben we geen feest kunnen geven. De kinderen niet, wij niet. Ja. Plus, we zijn dit jaar heel veel naar Spanje gegaan voor het huis. Dus ook deze zomer weer geen feest. Mijn feest? Nou, is alles klaar. Mijn verjaardag? We geven gewoon one big happy family feest. Ja, iedereen is verjaardag tegelijk, één groot feest. Krijg ik dan weer een paar sokken voor mijn verjaardag? Nee, maar, krijg ik dan weer borstbottels, zoals elk jaar? Kan ik hutspot maken? Elk jaar pas zoeken. Hey, maar ook één paar gewoon, hè? Moet wel een groot feest zijn, hè? Iedereen uitnodigen en zo. Ja, maar ook, moet mooi aangekleed maar gewoon zijn. Echt als in een zaal of ergens kijken, locatie zoeken. Nee, maar gewoon thuis, Pons. Thuis? Ik heb toch een cafeetje? Rommel. Hey, buiten, je hebt toch een café? Kun je tent neerzetten? Barbecue, wijn, grote glazen, schalen met vlees erop. Niet... Gewoon lekker knallen. Zo'n themafeest doen. Maar wat kan je doen dan? Niet iedereen wit of is ook wel nee, ik wil gewoon een thema. We kunnen ook in Game of Thrones. Helemaal in die stijl van Game of Thrones. Dat vinden wij toch mooi? Ja. Die kleding en fantasieverhaal vind ik echt geweldig. Ik ben even in een oud kasteel kijken of we daar kunnen doen. Dat is wel leuk. Ik ga wel eens, ja, als Jon Snow. Jon Snuif. Zo, dus gewoon... Ik wil gewoon een mooie jurk met een hoepel. Ik vind het mooi een hoepel. Ja, hoepel de hoep. Hoepelop. Hoepelop, ja. Thuis hebben we ook wel een mooie locatie, hoor. Dan kan je het ook mooi maken. We hebben een mooi café en zo. En we kunnen tenten neerzetten, aan laten kleden. Door het bedrijf, we lopen eens met vuur en zo. Ja. En vuurspugers, weet je wel. En mensen die gekleed zijn, die met pijl en boog staan en zo. Dat is echt vet, hoor. Ik ga verder werken, ja. Zo. Ik zie je zo. Hoe laat kom je naar huis dan? Ik kan niet meer die buik inhouden. Ik ga wel afvallen, trouwens. Hoe laat kom je naar huis? Ik ben al iets kwijt, hè? Zie je dat niet? Ja. 100 gram. Als je het zelf gelooft, dan is het altijd goed. Dan ga ik toch sporten van de week. Hun Game of Thrones feest van de eeuw is een feit. De locatie nog een discussiepunt. Als ze hun achtertuin in de stijl van Westeros willen krijgen, moet Andy wel aan de slag. Kijk, dit moet ook even gesnoeid, hè? Ja. Melissa heeft een takkenwerkje voor hem, want de vijver moet schoon voor het feest. Ja, het is wel heel belangrijk dat die mensen wel die vissen kunnen zien. Ja, precies. Hij dacht dat na Spanje het klussen voorbij was. Nou, niets is minder waar. Eén doet het pak aan en de ander doet de onkruidjes. Waar liggen dit schuurtje? Oh ja, hier ligt. Nou. Doe jij het pak even aan? Nee. Jawel, ik ga hem al deze onkruidjes doen. Jij gaat hem aandoen. En ik help je van de zijkant. Nee, jij doet hem aan. Nee. Het is heel zwaar om te trekken, Andy. Ja, heb ik ook wel eens. Jij doet hem aan. Kijk, hier gek. Ik ben niet zo van de klusjes en zo van onderhoud van tuin en zo. Dat is niet voor mij. Nee, ook niet voor mij. Boe, weet je wat daarin zit? Nou? Er zit met een kerkhof van spinnen in, joh. Aandoen. Dat zei ik allemaal. Moet je daar naakt in? Ja. Als er een spin in zit, joh, dan trek ik hem uit. Dan ga ik er nooit meer aan. Ik zweer het, hè. Aanstellen. Ja, ik ben echt bang voor spinnen. Nou, ik zit er een muis in of zo. Dat kan, door je muis kunnen. Dat kan. Ik hou er echt van. Een tuin netjes hebben en ik hou gewoon van natuur. Ja. En natuurlijk ook. Oei, fuck, tierenleier. Oké. Jij schrok hem, maar ik ga iets omhoog. Ja. Nou, maar ik denk... Je dacht, gaat het omhoog uit. Ik schrok, jongen. Schiet op. Oh. Wacht even. Het is tussen de benen. Het lijkt je wel mooi, dit, hoor. Ja.
Kijk, en die vis, ga erin. Ja, je wil me erin duwen, hè? Duw je niet. Ga dan gewoon aan het werk, jongen. Dat kost allemaal tijd. Ruim dat je niet kapot maakt. Ja, maar als je me duwt nou... Wat dan? Ik breek mijn enkels, want ik kan hier niet... Ik moet eerst... het huis dan nog gebreekt. Gewoon overheen stappen. Je bent geen klein kind. Doe maar. Ik doe niks, jongen. Bent, doe nou. Ongraad moet ook weg. Ga weg. Ja, doe. Ga weg. Ja. Je gaat weer ouwe hoeren, hè? Nee. Oh, die vis. Ja. Zag vacuüm gek. Doe er maar in. Ja, noem het allemaal uit. Echt? Ja. Is niet zonde. Nee, allemaal eruit. Hier opleggen. Pak ik zo'n aanhanger. Gewoon aanhanger. Je zit toch geen grote vis, hè? Nee, haal eruit, man. Het is weer luid en duidelijk. Melissa heeft de rolverdeling piekfijn voor elkaar. Ik ruik stront. Ja, dat komt hier vandaan. Echt? Ja. Ja. Doe normaal. Ruik hem maar. Andy is nooit vies van een beetje handenarbeid, maar er zijn hulpmiddelen die het zware werk toch aangenamer maken. Wat wil je, die of deze? Probeer eerst deze maar. Kijk, dat gaat wat sneller, hè? Moet je ook hoesten ervan? Ja. Ik weet, het stinkt zo dat het op mijn keel slaat. Gelukkig is er een reddende engel. Zijn eigen Kroos. Het redt papa uit de prut. Ja, Roxy is zo lief, jongen. Roxy die helpt altijd. Helpen. Altijd. Die dook ook het water in. Ja, die houdt er ook van te helpen. Ja, echt een lieve schat. Die is echt is een aanwinst voor de familie. En lekker goedkoop ook, die kinderarbeid. Stop er zo mee, hoor. Nee, de andere kant ook nog. Dan zie je voor die vissen die aan de andere kant wonen. Ja, dan zullen ze maar deze kant op. Ik vind het goed. Zo, hé. Kom op. Kom. Goed zo. Zwaar werk, hoor. Maar het zit helemaal vast natuurlijk. Je moet allemaal lostrekken. Die wortels... wel een heel stuk gedaan. Ja, echt dus ze zijn echt vooruit gegaan. Weet je wat het beste is om te doen? Nou? Dit laten drogen. Als het één dag droog is, is het heel makkelijk weg te halen. Ja, doe ik ook. Maar nu is het zwaar. Het was ook leuk samen iets te doen. Toch? Lekker in de tuin bezig en zo. Lekker weer. Ik vind je ook zo sexy in dat groene pak. Ik vind het wel goed. Een beetje... Ik heb nog mijn brandnetels ook op mijn tenen. Ik ook. Godsamme, ik ga douchen. Naast het feest staat er nog iets spannends op de agenda. Nino moet voor de tweede keer afrijden voor zijn scooterrijbewijs. En in Huizen van der Meijden is de spanning om te snijden. Ja, hij moet er afrijden. Ik hoop zo dat hij het nu haalt, kan hij eindelijk rijden. Ik denk dat hij het niet haalt. Dus normaal, tuurlijk. We gaan hem gewoon... weet je wat we doen? We gaan helemaal inpraten over hem. Hij moet echt luisteren naar die examinator. Gewoon luisteren. Als we gewoon doen wat hij zegt, dan komt het goed. De eerste keer was hij al gezakt. Dan reed hij gewoon overal door rood. Echt? Echt niet. Zegt hij, je moet vol gas rijden. Is niet echt letterlijk genomen. Ja. Vol gas. Woehoe. Die kerel was hem gewoon kwijt. Die kerel zei, je moet hier linksaf, maar hij was al lang weg. Laat hem maar ophalen. Kom maar. Ik ben benieuwd hoe hij reageert zo. Ik ben benieuwd hoe hij in de kapsalon staat. Dat heb ik ook nog nooit gezien. Nino zit niet bij de kapper om er lekker fris uit te zien voor het examen. Nee, nee, nee. Hij wil in de voetsporen treden van zijn moeder als coiffeur. Ja, vind ik leuk. Ik hoop dat hij het kan. Maar ik vind het wel leuk dat hij het doet. Ja. Nino, succes. En wel halen, hè? Ja. Dan kan je tenminste op tijd komen, s'ochtends. Was je te laat? 3 minuten. Maar je moet niet te laat komen. Dat hoort niet. Klaar. Dus je gaat morgen, ben je 3 minuten eerder. Om het van je goede kant te laten zien. Dat is werken, jongen. Hij wordt een barbier. Ja, en een DJ. En hij wordt een draaiende barbier. Twee in één. Ja. Vind je het goed? Hey, had je ook nog een beetje zenuwen voor dadelijk? Voor het afrijden of wat denk je? Ga je het halen? Sowieso ga ik het wel halen. Ja, maar het ligt eraan dat die gozer me ook gaat gunnen. Nee. Ja, je gaat niet hem gunnen, je gaat gewoon om luisteren en doen wat hij zegt. Daar gaat het om. Dus als hetzelfde als vorige keer gaat gebeuren. Die gozer die zegt, je moet naar rechts, terwijl ik al een pad van rechtdoor. Ja, omdat jij vol gas rijdt. Als je gewoon bij hem in de dat buurt... Dat moet. Nee, dat moet niet. Dat zeggen ze gisteren ook. Je moet vol gas. Nee, hij moet niet vol gas. Dat zeggen ze. Tuurlijk niet. Je moet gewoon normaal rijden. Hoeveel je mag? Normaal moet je 30? Moet je 30? Ja. Ja, dat weet ik. Maar mijn baan als die, dan zou je allemaal auto's achter je op. Je kan daar geen 40 of 30 aan rijden. Je moet daar per verplicht 50. Niet 60, dan moet je 50. Je hoeft niet verplicht. Het is maximum snelheid. Nou, gewoon je best doen. Je gaat gewoon vragen aan zo precies, wil je me duidelijk uitleggen hoe of wat? Dan weet ik wat ik moet doen, anders raak ik in de war. Heel simpel. Kan niet, het is examen. Kom goed. Nou, dat zullen we wel zien. Of het goed komt, bedoel ik. Daar gaat hij, naar de slachtbank, naar het examen. En wat doe je dan als nerveuze, nagelbijtende ouders? Ja,
We gaan er wel achteraan. Nee, zo dadelijk zakt hij en dat is onze schuld. Dat kan je niet maken, man. Doe ik toch? Nee, dat doe je niet. Je gaat helemaal niks doen. Het was wel lekker dat we gewoon konden wachten daar in de auto. Een beetje zitten zo. Slapen. Ja, een uurtje slapen. Kijk eens naar me. Nee. Kijk naar me. Dag. Kijk naar me. Kijk maar lekker naar jezelf. Vind je toch het leuk? Kijk naar me, Lisa. Wat een zagrijnige bek heb je altijd, hè? Serieus, joh. Dat is niet normaal. Hoe laat is het? Alleen als je naar bed kan, dan ben je vrolijk. Hoe laat is het? Kijk dan. Nee. Eén keer. Ja, zo is het lief. Oh, komt hij aan, komt hij aan. Komt hij aan. Oh ja. Ja. Dat is hem echt. Ja, dat is hem. Kijk. Oh, die examinator is boos. Kijk. Nino! Geslaagd? Nee? Weer gezakt? Godsamme, een eikel. Ben je geslaagd? Ja, ach, niet. Ach, gefeliciteerd, man. Echt? Nee, neem je nou de zeik. Ben je geslaagd? Echt? Ik ging zo voorzichtig rijden, hè? Ja, tussen daar, jongen. Oh. Hey. De naam is ook veel beter. Ik heb alle wegen beter. Oh, mooi, man. Gefeliciteerd, jongen. Hey, goed gedaan, hè? Hij was zenuwachtig. Oh, hij was zo zenuwachtig. Hij was zo allemaal te zenuwachtig. Ik zei, het ging zo goed. Toen begon iemand te lachen. Ik schrok me dood, hè? Godverdomme, kan je mij ook niet in Amsterdam brengen dan? Geef mama een kusje. Zit ik drie even mijn loetje eten? Kun je morgen lekker rijden? Terug nu naar belangrijke dingen. De gasprijzen. Oh nee, het feest. Om goed voor de dag te komen wil Melissa haar paella-pontjes kwijt. Een bezoek aan de sportschool is een jaarlijks terugkerend ritueel. Heb je er zin in? Kijk, kan je ook eindelijk leren wat sporten is? Nee. Ach, maar je kan helemaal niet sporten. Ik sport waarschijnlijk harder dan zo. Het ligt eraan wat jij een sport vindt. Als je slapen een sport vindt, dan win jij, ja. Precies. Ik ben al 10 of 15 jaar lid en ik ga altijd één week in juni, voordat de zomer begint. En één keer? Ja, want die zomer komt altijd een paar kilo te vroeg. En dan ga ik 1-2 keer en de rest eet ik tosties en dan kom ik niet meer. Nee, het is al geweldig daar. Nou, moeder en afvallen is geen goede combinatie. Wat dan niet? Vind je dat ik veel eet? Zeg nee, Nino. Zeg nee. Ja. Ik eet snel en ik eet veel. Dat klopt. Want ik... Nou ja, dat klopt. Precies, dat doe ik. Snel en veel. Godsamme, zeg. Wat ik gisteren zag met dat bord eten of eergisteren, dat was niet normaal. Welk bord eten? Met die rijst en kip. Wat dan? Ja, dat bord was binnen 3 seconden op. Je slikt alles weg, gewoon. Je koudt ook niet. Dat met zo'n stuk vlees... Nee, duik gewoon door. Omdat je haast, ze heeft haast in haar hoofd. Ze wil door. Ja, ik vind dat wel een momentje van genieten met elkaar en zo, maar... Jij wil weer dan naar de kleskoeken en zo in de stroopwafels. Ik bedoel tot zo. Ik wil meesporten met ons. Kun je ook buitensport tegenwoordig heen? Kijk, zo lang ben ik al niet meer geweest. Ik neem Nio mee. Die heeft ook nog nooit gesport. Kijk op zijn moeder. Dus dan kan ik lekker met hem kletsen en doen. En dan kunnen we het samen doen. Beetje veilig gevoel, zeg maar. Ja. Ik ben niet de enige die het niet kan. Wat is je doel dan? Wat wil je graag? Nou, gewoon voor deze, zeg maar, een beetje. Ja. En dan de rest wat ook meedoet, zo. Ja. Kilootje of 5 of zo moet ik wel kwijt. Ja, maar ja, hoeveel tijd heb je? 3,5 uur, denk je dat het lukt? Kijk, het is natuurlijk niet alleen maar het sporten, maar het heeft ook te maken met eten. Oh, maar dat kan ik drinken. Wel goed, hoor. Eten en drinken. Ja, heel goed. Ja. Nee, ik kan wel goed, als ik wil afvallen, kan ik wel gewoon afvallen. We gaan vandaag wel eventjes ook wegen dan. Want dan weten we ook waar je start en wat je wilt. Oh. Geef me maar eens een glas water voordat ik ga wegen. Ja, goed. Dat is weer 200 gram meer, wat er al zo weer af is. Ik zat al te denken, van wanneer komt het nou? Dankjewel. Alsjeblieft. Yes. 200 gram dit, hè? Ik ben nooit echt van het sporten geweest. Ja, vroeger heb ik wel op turnen gezeten, maar daar is het ook bij gebleven. Lene, je bent nog wel lenig. Daarna zat ik op schaken, of is het toch geen sport? Daar zat ik echt op. Je bent wel... Je denkt sport. Ja, je bent wel lenig nog, hè? Ja, doe maar. Volgende. Mag je erop gaan staan? Nou, Melissa, wat is de schade van een jaar lang losbandig leven? Het geeft aan, schoon je leeftijd en je gewicht. U weegt nu 79,2. Je vetpercentage zit op 35,9. Dat is veel, hè? Dat is iets te hoog, ja. Nou, dan heb je ook iets om kwijt te raken, hè? Toch? Ieder nadeel heeft zo zijn voordeel. Zo even de buik in de broek doen. Doe maar. We beginnen met een minuutje op een normaal tempo. En we gaan straks half minuutjes versnellen. Oh, ik heb ook geen conditie in dat soort dingen die ik nooit doe. Ik moet even opbouwen. Ik was 5 minuten al moe. Ja. Zo. En dan? Zo. En dan zo. Ja, het is normaal, man. Je doet dit. Dit doe jij. Zeg. Wat doe jij? Wat doe je? Je doet dit.
Het is toch goed? Even, ja, nee, is goed. Ja, zeker. Mag ook. In het squatten voel je gelijk goed. Als je dat zo lang niet hebt gedaan, poeh. Je billen en je hamstrings, hè? Yep. Dingen. Ja. Ja. Ja, ik ben begonnen. Neem even een momentje om goed op adem te komen, want we moeten zo naar de tweede ronde toe. Ach, die was heel licht. Even wachten. Hartkloppingen. Naar voren en eroverheen. Super. Super en eroverheen. Netjes, netjes. Wow, heel mooi. Heel mooi. Ik ken alleen die. Deze. Voorzitter, ik moest de hele karren wegduwen en wegtrekken. En gewicht erop? Elkaar, ja, met elkaar erop. Meen je? Ja, moest echt bonding. Je moet toch rustig aan beginnen? Ja, nou, dat was best heftig hoor. Moest jij Nino wegduwen? Ja. Godsamme, 15 kilo. Dan gaan we nu een tosti eten. Oh nee. Dan ga je naar huis? Nee, ik haal wel eens een gezond shakeje. Dat kan wel. Ja. Ach, van sporten word je vermoeid, daarna heb ik honger en dan ga ik eten. En dat vind ik een wisselwerking. Dan kom ik alleen maar meer aan voor mijn gevoel. Hoe lang moeten we volhouden dan nog? Of dat het helemaal strak trek? Doei! Nino mag daar nu mee op de openbare weg rijden. En die neemt de proef op de som. Zal ik jou eens even leren hoe je moet rijden? In de Nino-mobiel. Ja, dat is wel echt heel dom, ja. Zal ik je even wat aanwijzingen geven? Kijk, de auto rijdt al weg. Kijk, dat is al niet goed. Wat starten? Ja, hoe moet je anders weg? Is het een tractor? Ik heb ook een gekke auto. Pas op mijn auto, hè. Kijk, je keek niet eens nu. Je keek al niet eens of er iets aankwam. Je gaat... Ik keek wel. Ik keek links in mijn ogen. Nee, je moet zo kijken. Ja, zo. Je keek helemaal niet. Je gaat links rijden. Daar ben je al gezakt. Zie je dat? Je was nu al gezakt bij mij. Zak. Max, 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 Super Max, Max. Niet te hard, je moet rustig rijden. Ben rustig door die bocht, man. Met geen rijinstructeur. Jawel. Kijk, hier, je hebt geen overzicht. Moet je afremmen. Ik heb anders alles onder controle. Ja, ja. Kijk, je moet rustig. Kijk, je gaat vol door die bocht heen, hoor. Rustig, man. Rustig, Nino. Daar komt een bus aan, die had ik al lang gezien. Nee, je moet rustig rijden. Nou, wat ga je nu doen dan, met dat ik op die bus kom? In de berm. Rij maar langs, want hij wacht op jou. Maar dan wacht hier maar. Ja. Je rijdt veel te hard, jongen. Echt waar. Jongen, 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 wat gek. Je moet rustig rijden, man. Overzicht. Je hebt toch geen haast? Kijk, je moet genieten van het leven. Lekker naar buiten kijken af en toe. Mooie weilanden. En dan links. Wat maakt dat ding lawaai, zeg. Dat is niet normaal. Ja, daar ben je wel. Kijk, kijk, kijk. Rust, remmen. Hij heeft voorrang, hè. Ja, voorrang. Dat weet ik. Dat is van rechts. Je rijdt veel te hard erop af, man. Echt waar, jongen. Je bent niet goed. Kijk, nu moet je al een beetje afremmen. Zie je dat? Want het zijn de tegenliggers. Nu moet je ook richting aangeven als je een beetje naar links gaat. Want je wijkt uit. Moet dat? Ja. Wat zijn dat dan? Oldtimers. Net als je moeder. Kijk, nu had je al moeten remmen, want je komt een bocht aan. Kijk, dan geef je hem de ruimte. Nou, hij moet eigenlijk bedankt zeggen, maar dat doet hij niet, die bloedhond. Ja, ik weet het. Je moet leren, je moet die regels kennen. Die ken ik al. Niet op TikTok zitten. Alle regels ken ik al. Ik ben toch gesloten. Nou, wij, dan moet je nog doorleren, dan weet je nog beter. Na deze hachelijke tocht heeft Andy maar één conclusie. Nou, hartstikke goed gereden, jongen. Vind je niet? Echt, je bent echt heel goed. Krijg je al die figuranten er ook bij die daar lopen? Met het angstzweet nog in zijn bilnaad stortte Andy, maar ook Melissa, zich de volgende dag op het spektakel van het jaar. Hun eigen Game of Thrones feest. Hi. Hallo. Welkom op de stilte, mooiste. Mooi hoor. Ja, eerst hadden we nog wel het idee om die thuis te doen, hè? Maar nee, het is niks. Al die rotzooi hier, mensen over de vloer. En die sfeer krijg je toch beter op een oude plek? Ja, zeker. Dus laten we dan krijg je echt die sfeer een beetje erin, zeg maar, als je op zo'n kasteel. Ik vind het wel heel erg gaaf. Nou, dit is de trouwkamer zo voor het opstapje. Maar als je je dan een feestje geeft, mag je dan door het hele huis? Beneden mag je overal komen, ja. Oh, oké. Okay. Ja. Leuk. Maar dit feestje is wel naakt helemaal, hè? Geen bezwaar?
het feestje is? Naakt. Oh nee, dat moet ik allemaal grapje. Nee, maar we zijn alles gewend hier. We kijken nergens. Meer vanaf. Voordat de winter komt, moeten ze een locatie vinden. Een plek waar koningen, ridders en draken zich herbergen. Kom maar, gek. Nee, ik vind het eng. Nee, maar... Ik doe het niet. Ga jij maar. Ben er al. Oh, jij wil erheen. Je moet echt even komen, ja, hoor. Ja, feesttijd maar even. Jij durft niet naar beneden, waarom? Omdat ik spinnen weg heb. Ach, man. Zulke kleine spinnetjes. Koud. Kom nou even, man. Nee. Hey. Ah, dit is wel heel mooi, hoor. Ik wil dit eigenlijk ook in mijn huis maken, zo. Dit. Hoe noem je dat weer? Wat wil je in je huis maken? Gewelven. Ja. Zo. Mooi, hè? Een beetje Lord of the Rings-achtig. Kom maar, Nico. Spinnen weg. Ja. Is dat nou zo leuk? Kom maar, spinnen. Kijk nou hoe mooi. Oh ja. Het is wel echt een grote maat. Dit is toch wat bij Lord of the Rings, waar Wouter ook zo het huis maken. Mm-hmm. Kijk, spookt hier ook. Ondanks de... klopgeesten ziet Melissa mogelijkheden. Kijk. Je zou hier, oh, dit zou je ook als een soort podiumje kunnen, of hier. Dan kunnen de mensen hier staan. En we willen ook een beetje een tafel met stukken kip erop. Gewoon niet hapjes, maar echt met de servetten ernaast. Een beetje als in die tijd, zo'n kipkluier. En dan gaan die botten. Ja. En die kip. Nee, echt zo die tijd wil ik. Weet je, met kannen, met wijn en bier. Echt die, dat thema is het. Ja, is toch leuk? Ik wil nog even die trouwzaal bekijken. Ja, tuurlijk. Ja. Dat is een mooie locatie, hè? Ja. Zeker. Heel leuk. Mooi stijl ook. Ik hou er wel van. Zou je nog met me willen trouwen als ik jou vraag? In het volgend leven? Nu niet meer. Hè? Nu niet meer. Weet ik niet. Dat weet ik. Moet erover nadenken. Ja, tuurlijk moet erover nadenken. Ik bedoel, je trouwt niet twee keer in je leven. Dat is niet mijn bedoeling. Klootzak, ik weet er niet waar ik sta. Ik krijg een heel goed gevoel hier. Echt. Ik vind het heel mooi. En ik vind het echt... Ja, wat ik zei, ik hou ervan als het goed is en zo. Dus dit, ik vind het goed. Kan je hier wel een beetje dat sfeertje in krijgen? Tuurlijk, ik denk wel dat daarvoor, maar bij dat water mooi. En dan s'avonds van die fakkels met vuur erbij. Dat is mooi, hoor. Deze staat wel onze top 1. Top 1, dat hebben we nog geen andere gezien. Ja, top 1. Dat was echt leuk. Oké, dank je. Welkom. Waar doen we het voor? Ja, dank je. Dat thuis, hè? Dat thuis, sorry. Was Kasper het spookje goed gezind? Ja. Wat een leuk stel. Zeker. U heeft gelijk, mevrouw. Maar zelfs een leuk stel heeft leuke mensen nodig voor een leuk feest. We moeten eventjes een gastenlijst maken. Ja, zijn we snel klaar. Toch? Ja, maar nou zit ik nog... Gaan we de locatie nou wel hier doen of gaan we het nou in het kasteel doen? Ik zit nog te twijfelen. No, ik wil eigenlijk de rommel niet binnen. Nee. We hebben voor niks die tuin gedaan. Ja, dat zei ik toch al. Dan kun je beter ergens anders doen. Dan heb je ook die rotzooi die thuis. Ja. Ja. Moet ook uitnodiging maken. En anders heb je hier weer troep in het café. Maar ja, anders heb je voor niks in het café. Zou je niet eens even wat mensen gaan bellen of ze überhaupt dan kunnen? Ja. Wie moet ik bellen dan? Ik veel. Ik heb helemaal geen zin in mensen. Als ik heel eerlijk ben. Moeten ze nog wat optredetjes hebben? Oh, je bedoelt artiesten. Wat dacht jij dan? Van Nino? Ja, van Nino's. Broederliefde. Oh, bels. Ik zie mezelf, ik schrik me dood. Dat is ook eng, hè, zelfs. Fucker! Fucker, broer. Rustig, man, met jou. Rustig, man. Goed zo. Hey. Nee, man. Luister eens, ik ga zo'n... ik wil zo'n feest geven thuis, hè? Ja. En die wou ik vragen of jullie konden optreden. Is 24 september. Zijn jullie dan vrij? Ja, man. We hebben Pietjes, Invites, Broederliefde en Brut Festival. Ah, ja. Oh, dat is zonde. Kut, sorry. Jammer. Had ik eerder moeten bellen, hè? Ja, zei ik toch? Ja, man. Ja, maar mijn vrouw loopt de hele tijd te kloten bij mij. Ze zit de hele dag aan me, dus ik kon niet bellen. Dat is cool. Ik ga even verder kijken. De rust eraan, broer. Love, love. Ciao. Nou, niet. Verder? Ik denk dat we dat hele kutfeest maar moeten cancelen. Pook bellen? Pook. Die ken je wel, hè, Pook? Nee, die ken ik niet. Wel. Even nadenken. Anderhalf meter. Kom in mijn aura bek. Even nadenken. Die is leuk, hoor. Ja, weet ik, maar even denken. Die was ook bij dingen, hè, bij Wouter toen. Pook is leuk. Lil Kleine. Lil Kleine, die komt voor 500 nu. Ali B, die komt voor 250 euro. Kijk. Glennis Grace komt voor 100 euro. Je moet al een comeback maken, hè? Nou, bel die Pook op. Hè? Oké. Okay. Ik ga Pook bellen. Dan ga ik kijken of hij een locomotief is. Goedemiddag, liever. Hey, vriend, hoe is het? Hé,
Hey, schat, gaat lekker met jou? Lekker, man. Top. Hey, wat ben je aan het doen? Ik ben even met mijn vrienden en mijn zoontje breng naar huis en daarna ga ik even iets ophalen bij zaak. Oh, lekker. Hey, wat, even een vraagje, hè? 24ste. Heb jij wat staan? Nee, want ik vlieg. Wanneer vlieg ik? 25. Ik vlieg 25. Dus 24 zou nog kunnen. Oeh. Oh, dat is leuk, want ik heb zo'n feest hier met allemaal vrienden en familie en zo. Dus wou ik jou uitnodigen om te komen zingen. En... Mag ik mevrouw naakt meenemen, mijn vriendin? Mag ze naakt komen? Ja, graag. Neem er nog maar een paar mee. Dan stuur ik mijn vrouw op vakantie. Is goed. Ik app je wel even hoe of wat. Komt wel goed, ja? Oké, is goed. Okay. En mij, ja? Broer, dankjewel. Rustig aan. Nou. Oh, die kan geregeld. En zo heeft Andy het entertainment voor zijn karretje gespannen. En dan kan Melissa natuurlijk niet achterblijven. Om te voorkomen dat er geen hond naar het feest komt, gaat zij zorgen voor een spectaculaire opening. Dus worden de paarden van stal gehaald voor een aankomst waar koningin Maxima een puntje aan kan zuigen. Maar eerst moet er worden geoefend in een leskoets. Ja, niet gaan lachen en gillen, want dan vergeet de paard jou op, hè? Raad, Lizzie. Goed zo. Ja. Mag ik ook nog erop? Nee, dat wordt zwaar. Leuk, hè? De rem is kapot, hè? Ja, moeilijk, hè? De rem is kapot. Wordt gemaakt zaterdag. Ja, doet helemaal niks. Zullen we een stukje op de weg proberen? Om zo'n extravagant feest te kunnen bekostigen, moet je er wel een beetje warmtjes bij zitten. Gelukkig heeft Andy zijn eigen kledinglijn in het leven geroepen. Maar ja, die kleding verkoopt zich natuurlijk niet vanzelf. En dan moet je eentje van boven maken. Dan zie je die onderkin met z'n mij. Dus moet Andy zijn handen uit zijn eigen designmoutje steken. Goed bezig, jij. Ja, jij ook. Toch? Ja, gaat lekker. Niks te klagen. Nee. Heb je kinderen meegenomen? Kijk, je kinderen. Ja. Hi. Hey. Hoi. Hi. Hallo. Andy, aangenaam. Welkom, Jody. Hi, man. Hi, Andy. Hi, Jody. Hoi. Hoi. Leuk dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. Laten we maar eens even gaan kijken. Ja. Zeker. Doe maar. Ja? Ja, normaal krijg je koffie altijd ergens. Daar hebben we achter voor je staan. Oh, lekker. Achter zitten nou worden schijnen. En ik moet enorm plassen, dat is een eindrij, hè, van Apeldoorn hier. Ik kom geen einde aan, man. Terwijl Andy zijn territorium afbakent in de kledingindustrie, is Melissa nog aan het oefenen met de koets. Mevrouw, ik vind het nog een beetje eng. Zijn we er klaar voor? Ja. Nee. In de kapsalon draait Melissa haar hand niet om voor een pony, meer of minder. Maar een echt paard is toch andere koek? Goed zo, meid. Good girl. Leuk, hè? En je stiekje beugel? Ik wil sturen, hè, Lil? Ja. Braaf, Lizzie. Lizzie. Kijk, nou wordt het even spannend. Als ze daar stijgt, spring ik eraf, hoor. Ze is nog nooit zo ver bij de andere paard uit de buurt geweest. Normaal gaat ze een stopje in de bocht. Het beste paard van stal staat nog in de kledingzaak. Andy is in volle galop kleding aan het verkopen. Ja. Nou, Andy, misschien moet je het even aantrekken. Mooi, hè? Ja, het is gaaf, hè? Ja. Dit is Andy's favoriete kleur. Weet je wel? Kleur van mijn ogen. Zelfs als je hem het shirt van zijn lijf vraagt, kun je Andy altijd vertrouwen op zijn mooie blauwe ogen. Ja, het is mooi, hoor. Bij Melissa is het paard voor de wagen gespannen en verloopt het allemaal op de rolletjes. Ik bedoel, rolletjes. Je moet je poort open doen. Oh ja. Deed het goed? Ja, je deed het heel goed. Ik zie mezelf het hele winter zo doen. Kleed erop, ik versier hem helemaal met bloemen. Heel leuk. Leuk, hè? En in de kledingbrunch blijkt dat Andy nog steeds kan scoren. Ik ben er wel blij mee, hoor. Super. Ja, ja, heel gaaf. Dankjewel. Eerste, hè? Top. Is toch geweldig? Eerste, hoor. Eerste. Eerste van velen. Eerste van velen. Jij wou een nieuwe Ferrari hebben, toch? Die, Ja. Zit er nog in vlucht, denk ik. Dankjewel. Doei. Hey, wat een stop. Huizen van der Meijden is in rep en roer. En die moet zo de deur uit voor opnames van het programma Voetbal Offside. Maar er is iets verschrikkelijks gebeurd. Liz? Ja? Heb je mijn blouse in de was gegooid? Welke? Die gestreepte. Ik niet. Dan ben ik hem kwijt. Die was gewoon schoon. Moet je aan Kimberly vragen? Ja, Kimberly. Godverdomme, die staat onder de douche. Wat een gezeik altijd, hè?
Word er gek van, man. Laat met je spullen, met je poten van mijn spullen af. Het is ook een tering zo hier ook, hè. Godsamme, jongens. Ze kunnen nergens vanaf blijven. Doe maar. Ik had helemaal uitgedacht van dit en dit aan. Ga ze met de poten aan dat blouse zitten. Ja, die staat er klaar voor. Alleen het blouseje nog. Kimberly? Hè? Ga je mond. Heb je hem? Nee. Dit is redder in nood Kimberly. Op haar kleine, sterke schoudertjes draagt zij het wel en wee van een familie. Kimberly doet alles in de huishouding, dus die moet wel weten waar dat verfoeide shirt uithangt. Nou, dan pak ik wel een andere. Wat een zijkant, hè? Wash it. Vraag niet eens of die schoon is of niet. Die moest gewoon gestreken worden. Die had ik daar neergelegd. Wat een genel, hè? En ik heb ook helemaal geen blouses, man. Kutzooi. Ik heb bijna geen blouses en dan moet ik dit weer aan. Strijk altijd zelf mijn kleding. Melissa, die weet dat niet, hoe dat moet. Hoe die aan moet zelfs. Nee, ik weet niet. Nee, ik strijk altijd mijn eigen kleding. Altijd. Altijd al gedaan. Mijn hele leven eigenlijk al. Jij hebt dat helemaal niet, hè? Je krijgt gewoon een onderbroek van 3 dagen aan. Ja. Draai hem om. Oh, wat een gek. Ik word helemaal zenuwachtig. En moet je nog werken ook? Zo kan ik toch niet werken, man? Je moet toch verdomme een topshow afleveren vanavond? Ik moet echt over voetbal gaan praten. Het is gewoon Arnold Brugging 2.0, joh. Ik weet het niet. Godsamme, man. Ja, Kimberly? It's your fault. It's your fault. The show is not right tonight. Because I had to put this shirt on. So tonight, no money for me. Heb je hem? Ja, hij zit in de was. Kimberly heeft hem in de was gegooid weer. Nee. Ja, ik denk dat dit de laatste weken zijn voor Kimberly hier, hoor. Dat is normaal, man. Goh. When it's dirty, I put it there or up there. Okay, so next time you know. Otherwise you get fired. Holy jokey. But don't do it again. Andy is vandaag een beetje gespannen, want Melissa komt met een paar vriendinnen langs bij Andy's nieuwe baan. Doe wel normaal in die show straks, hè? Ja. Doe wel iets normaals aan ook. Niet dat je titten eruit hangen, want dan gaan de kijkcijfers helemaal omhoog. Hoe laat ga jij daarheen? Ik ga om... ik heb weer in de tuin gewerkt, maar ik heb het af opgetrokken. Hoe laat ga jij daarheen? Weet ik niet. Zometeen. Oh, die hond loopt te scheiden of is dat eten? Het is het eten. Godsamme. Is dat loempia? Ja. Mmm. Oh, een beetje bos in mijn neus. Oh. Lekker, hoor. Next time you must make it better, hè? Otherwise you get fired also. Ah. Ja, lief schat. Nee, ja, is een heel lief meisje, man. Dat zou ik nooit ontslaan. Nu nog wat zelfmotivatie. Jij kan dit. Jij kan dit. En onze Andy is er klaar voor. Doei, Melis. Hou van jou. Melis, waar is ze nou weer? Ze was dan weer in de wei, die koe. Gedragen hier in de show, hè? Kijk, dat is wel een lekker kontje. Doei. Doei! Als topsporter moest Andy al onder hoge druk presteren. En nu als tv-ster is dat niet anders. Om te dealen met de stress van de camera's en de genadeloze spotlights... grijpt hij zich vast aan zijn eigen ritueel. Ik ben echt een idioot. Weet je wat ik altijd doe? Kijk, vanaf de eerste keer dat ik daar binnenkwam... dan kom je bij zo'n poortje, weet je, dan moet je auto parkeren. Dan krijg je zo'n kaartje. En de eerste keer deed ik hem zo, in het gleufje zo... bij mijn hand had op liggen, waar je spullen kan neerleggen. En dan druk ik hem open en dan valt hij erin. Dat doe ik elke maandag en vrijdag doe ik dat. Apart, hè? Dat is gewoon bijgeloof, dat moet gewoon. Anders gaat het niet goed. Dat is het enige eigenlijk wat ik doe. Dus dat is het enige wat ik doe, dat kaartje zo in dat gleufje. En dan s'avonds een ander gleufje. En zo komt Andy altijd overal soepeltjes binnen. Zo, dankjewel. Kijk, dit is VI. VI. Vandaag Insight is dat. En dit is onze studio, hè. Kijk, hier zit ik dan met een zweetrol. Dus ja. Ja, jullie. Oh, ja, leuk, man. Zal een lul keer op tafel leggen. Kijk hoe ze reageren. Dat mag ik gelijk niet meer komen. Ja, ik voel me echt thuis in de studio. Ik vind dit echt heel mooi om te doen. Om zo aan tafel te zitten, over voetbal praten en... lekker biertje erbij en ja, vind ik geweldig. Vind ik echt super. Dit is het mooiste wat er is. Wim. Ja. Wim, man. Hey. Hoe is het? Goed. Zit je bij VI vandaag? Ik zit bij jou, hoor. Nee. Ja, je moet je wel een beetje inlezen. Kan ik tegen mij gezegd, ik wil de beven. Mijn rol is bier halen voor Wesley en Wilfred. En voor Figurant, Figurant eigenlijk gewoon.
Vanavond is mede tafelzitter Wesley Sneijder gewisseld voor de beste zaalvoetballer ter wereld en doofste zanger van Nederland, John de Bever. Hij is er al! Is hij zenuwachtig? Hij is zenuwachtig. Geef maar door, hè? Ik had Johan gebeld, ik zeg, ja? Ik ben een beetje zenuwachtig. Hij zegt, je moet gewoon, dus als je bij mij thuis bent, dan komt alles goed. Ik zeg, ja, maar daar vindt niemand met me leuk. Nee, je kan het gewoon aanwezig, John, dat weet je natuurlijk in dit programma. Ja, dit is vernietigend, dit programma. He? Ik heb alleen een soortje, want ik verstaat niks. Wat zeg je? Hoe is het? Ja, heel goed. Wilfred Gené, die is gewoon heel goed. Hij zit al met de vaste jongens aan tafel, dus voor hem was het ook wel spannend. Maar die chemie was helemaal top, man. Echt. Leek wel of we al jaren samen aan tafel zaten. Nou, Wiek. Nou, kom zitten. Lul maar zo dadelijk wat. Ach ja, komt toch goed. Hij geeft die voorzetjes wel. Dan maken wij ze wel lach. Eindelijk is iemand een keer die verstand heeft van voetballen. Er zit een keer nou mee aan tafel. Dat is ook wel fijn. Ja, Wilfred is echt goed. Wim. Wim? Wim. Waar is Wim? Oh. Wim heeft er verstand van. Jazeker. Ja, je moet gewoon Wim aan het woord laten. Dan, die lult zo een uur vol. Die is heel rustig. Terwijl Andy's borstje nog wordt afgepoederd, is Melissa en een hele roedel van haar vriendinnen ook aangekomen. Melissa kwam naar de opname. Eigenlijk vond ik het niet zo leuk. Het is gewoon mijn werk, weet je wel. Maar goed. Komt ook altijd op mijn werk binnen. Ja, maar ik breng altijd broodjes mee voor jou. Ik bracht vrouwen mee voor jou. Oh, nou. Jij bent het thuis kunnen laten. Wimpy! Ik zit in mijn ooghoek trouwens. Dat is toch jouw vrouw, of niet, die daar zit? Ja, mijn vriendin kon niet. Dus mijn vrouw aan mij. Lekker wijfie, hè? Ze is lief, hoor. Maar dat gewoon voor de gezelligheid? Ja, voor die show ook, hè? Van, de Real Life Show. Real Life Show, ja. En ik ga jou vertellen, die jongen heeft onze soap gemaakt, de Bevers. Ja, ja. En die zit nu bij Andy. Hoe zit het met die televisiering dan? Ja, dat gaat gebeuren, denk je. Ga je binnen? Ik stem op jou. Ga ik op jou stemmen? Ja, zo spreken we het af. En bij jongens, dat is toch het failliet van de Nederlandse televisie? Ja, maar luister. Zoals slecht gaat het. Goed stoppen met tv. Gaat het. Ik vind dat hij het goed doet. Ik vind het leuk. Ik ben even mee geweest. Kon ik het ook een keer echt zien. En deed hartstikke goed. Godsamme, hebben we scheet gelaten? Nee, die hond. Maar ga nou door. Godsamme. Doet hij het goed? Of? Ja, heel goed. Je vindt hem goed? Oké, dat is fijn. Ja? Zegt ze dat ook als je thuis komt? Ik moet op tijd thuis zijn altijd, hè? Ze weet ongeveer hoe laat het afgelopen is en dan belt ze al van... Nee, ze slaapt al meestal. Ja. Hè, Scott? Ja, maar ik ben altijd zo moe als je thuis komt, zo laat. Laat? Ja, meestal liggen we om 9 uur in bed. Je is toch altijd pas om 12 uur afgelopen, zeg je? Je moet altijd napraten. Wat? Ja, 12 uur. We hebben nog een meeting of bespreken. We evalueren heel veel in dit programma. Ja, dat zegt hij, ja. Er is veel geëvalueerd worden nog. 12 uur. Moet zich nog ontwikkelen, hè, dit programma. Ja, zeker. Ja. Godsamme. Ja, moeten we even een zure pil heen bijten, hè? Ja, zei je? Niks. Hij vraagt daar straks even uit. Na een uur lang aan die tafel hangen en bier drinken is Andy eindelijk uitgeluld. Ach, met ouwe hoeren je geld verdienen is misschien het één na oudste beroep ter wereld, maar wel een stuk leuker. Gelijk naar huis, hè, Wim. Andy wordt nog even flink afgeschminkt. Hou die broek. Oh, bedankt, Tim. En hij neemt altijd even de tijd voor zijn fan. Weet je hoe het werkt? Jezus Christus, man. Wat is op de kuttelefoon? Blijf appen. Als jij hem onder het nummer wil tekenen? Overal waar ik wel ga, dan willen mensen met de foto. Ja, waarom zou je dat niet doen? Dus mensen vinden jou leuk, ze kijken naar jou, dus zijn jouw fans. Dus een paar seconden werk en die mensen zijn heel erg blij. En na de foto en de handtekening is het dan al gauw 12 uur. Tijd om naar huis te gaan. De volgende keer krijgt Melissa het op haar heupen, want ze wil een nieuwe keuken. Ga je nou weer veranderen? Kom eens van afstand kijken dan. Hoe sta je? Ja, ik heb het al gezien, 3 keer. Ik vind het wel goed. Laten we gewoon niet te lang maken. Kijk, voor mij staat het hout. Kijk eens. Want het duurt me veel te lang. Ja. Organiseert Andy een verrassing voor haar waar de romantiek van afdruipt. Lekker eten zo, hè, schat? Een paardje. Hup. En keert hij terug naar het voetbalveld. Voornamelijk liggend. Ah. Oh. Maar wel lekker biertje, koud biertje. Eentje, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tot de volgende keer.